Yo, what up, guys? It's your boy, Danaden. Weet je hoeveel Engels op die manier mijn naam uitspreken? Ja, want het is gewoon het begrip Denna. Vervoeging Denzel. Is niet echt iets in het Engels, I guess. Dus ik ben dan maar Danaden. Ik ga jullie van harte welkom heten bij deze gloednieuwe aflevering op mijn kanaal van Ghost Recon Breakpoint. Het is aflevering 21 en we staan... Wow, vlieg even een veurtje voorbij. Wat een mooie graphics, hè. Moet je nou kijken, jongen. No. I love this game, man. Ik heb hem de vorige aflevering ook oprecht vervloekt. Dat moeten jullie ook weten. Want ik kijk naar een parel, naar de wereld. Ik kijk naar graphics 4K HDR met echt prachtige belichting en kleuren. Maar ik heb die game de vorige aflevering echt vervloekt. Want jezus, wat was dat slecht missiedesign. Dat is waar de game in mijn ogen tekort komt. Dat is ook waar het... Oh, kut. Ik raak hier mijn... uithoudingsvermogen kwijt. Yep. Oké, we starten heel soepel. Rookwolkje erbij. Flikker even de berg af. Maar we starten hier bij de Windy Islands, is het als het goed is. Ja, rechts onderin Windy Islands, South Cape Station. Een outpost van The Outcasts. En er is hier best veel te doen. Ik pin ook eventjes een missietje vast. Dan hebben we dus een main mission in verboden gebied. Verboden gebied 01, zonder spoor. We moeten even met Skell gaan praten. En de factieleider van The Outcast bevindt zich hier in de schuilplaats. Er zijn aardig wat kisten te openen, zoals je ziet. 2 verzamelvoorwerpen. 3 kisten zelfs. En een sidequest op te pakken. En dan is er daar ook nog een verzamelvoorwerp. Dus er is hier best veel te doen. En daar wil ik de aflevering even mee beginnen. Dus van harte welkom op mijn kanaal, aflevering 21 Ghost Recon Breakpoint, waar we een stukje factiemissies en hoofdstukken combineren met een stukje storyline. Komt toch weer een mooi wapen uit, hè? Ook best apart dat er outcasts en zo met een soort halve Indianen outpost op... tabletjes zitten. Wat een ontzettend ziek wapen trouwens, wat ik daar verkreeg. Yo, what the fuck? The Windy Islands. Echt weer Ubisoft dit, hè? Dat er dit soort geraamtes even op het strand liggen. Dat is echt weer Ubisoft. Ze zijn gewoon ontzettend goed in worldbuilding. Als je alle goede Ubisoft aspecten zou kunnen combineren in één game... Dan heb je toch wel een parel, hoor. Een PlayStation 5. Een PlayStation 5. Assassin's Creed of Far Cry. Met deze graphics. Oh, man. Ik ben nogmaals, ik blijf het elke aflevering herhalen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe dus de kleurindeling overkomt op YouTube. Omdat ik dus zelf 4K HDR speel, zien jullie SDR. Maar dat moet natuurlijk wel goed overkomen, want anders is het echt dik vet faal. Maar volgens mij, ja, ik neem natuurlijk met een capture device op en ik kijk ook zelf met het scherm mee. Volgens mij ziet het er wel goed uit, ook al heb je geen HDR scherm, dus... Dat is natuurlijk de bedoeling, dat is het belangrijkste. Wel wat zit te tweaken hoor, met de settings, dus deze beeldinstellingen zullen wat beter zijn dan nog, denk ik, dan de vorige afleveringen, waar het zo nu en dan een beetje te donker was ofzo. Maar ja, dat is een beetje tweaken. Cargo broek! We hebben nog een sidequest hier, een verzamelvoorwerp. En een outcast leader. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, though. Ik vind het echt een fantastisch gamepje als ik er altijd in zit. Was dat note een E of een F-sharp? F-sharp? Thanks. I think I've... Greetings. Ja, joh, kom even abrupt het verhaal van hun... Thanks, stranger. Ze zei precies niks, maar ik bedank er wel. Lied voor een revolutie. Je hebt dus sidequest, factiemissies en verhaalmissies. Ja, best veel te doen in die game, hè. Daar voert Ubisoft ook weer zijn gameplay elementen typisch door. Dat is zo uitgebreid. Wow, oké. Genoeg te doen. Strijdbeloning. Zal ik daar dus eerst even over praten? Of kun je dat gewoon zo een soort van...
Oh, dat kun je gewoon openen. Ja, waarom zit dat? Duh. Waarom zit dat in de dialoogoptie? Dat kan ik toch gewoon zelf doen via het menu? You have something you need. Let me help. We just got word that Sentinel grabbed one of Sigrid's people on his way back here. How long have they had the hostage? Not long. But if our friend talks, or if Sentinel can compromise this network, they'll have us and our revolution dead to rights in less than a day. Don't worry. I'll bring the outcasts back. Do they know who they've got? I doubt it. But our sources say they're not taking any chances, so I'd expect an extra rowdy crowd. Understood. Een extra rowdy crowd. Ik heb trouwens een totaal nieuwe tatoeage op mijn linkerarm. Die boom is verdwenen met die takken. Ik heb dus die nieuwe tatoeage geselecteerd die we toen uit een kist hebben gehaald. Cyberdood. Je kan hem niet in zijn geheel zien, want dat mouwtje zit ervoor. Maar goed, hij is best sick. Everything okay? Pretty much the goddamn opposite, Brute Squad. We've been ramping up our activity, stealing vehicles, looting. But we started getting sloppy. So... Sentinel started cracking down and rooting out our informants. Is this about your source? Don't call her that. She's got a... Her name is Dr. Sigrid Bloom. She's head of Aroa's hospital, and Sentinel arrested her this morning. I don't know what to do. How exposed are we? How valuable is she to your operation? I can't... We can't afford to lose her. Look, I call the shots around here, but Sigrid... People believe in her. And yes, if Sentinel gets her talking, there's gonna be no place for us to hide. Any idea where they'd be holding her? If I knew that, there would already be a rescue party on the way. Well, who would know? Captain Anton Gibson. He's Sentinel's bloodhound. The one in charge of hunting us down. You don't worry. I'll get her back. I'll be back. We've got a cell camped out near here. They'll be ready for her. She's not going to be able to go back home. She's going to be on the run, like the rest of us. Okay, en kan ik nu eindelijk het andere tekstje zeggen tegen de? Hey, Nomad. What do you know about data security? A little. Why? One of Sentinel's sector bosses, Mark Meridian, has gotten a hold of a Skell algorithm that analyzes phone, email, and social media patterns. There's probably a lot of sensitive data in that mess. Yes. The algorithm takes advantage of online vulnerabilities. Once verified, it can be uploaded to the cloud where everybody in Sentinel can access it. With the data, Meridian can target outcast agents and their families. So where do I fit into all of this? Later today, Meridian and his three lieutenants are meeting to verify their intel and start the algorithm protocols. I'm hoping you can stop them. Listen, I'm not your private assassin. I know. But listen, Meridian and his men are heartless. With this info, not only are the outcasts in grave danger, but so are their loved ones. Okay. Okay, I'll see what I can do. Where should I start looking? One of his goons, Sullivan Blake, was last seen on the eastern side of the Good Hope Mountain province. It's north of the godforsaken highland. Red Weasel Outpost is around there. After you track him down, he should lead you to the others. Got it. All right, got it, girl. Genoeg gepraat hier. Genoeg gedaan hier. Ook blijkbaar verschillende missies gepind of zo. Wat niet helemaal de bedoeling was. Hier nog een i'tje en dan kan ik echt eindelijk van het eiland af. Gaan we eventjes naar Erewhon toe om daadwerkelijk zonder spoor te beginnen of te voltooien. Eén van de twee. Hallo. Wow, ze flikkerden de tabletje echt ziek hard weg. Ik kan echt je hulp vinden deze locatie. Ja, ik weet waar je het vinden. Awesome, thanks. Thanks, flik het echt gewoon letterlijk. Zo dom. Letterlijk de tablet flikkerde dus echt keihard uit de rand. Wat heb je tegen mij? Bam! Ik wilde echt net zeggen, blijkbaar zijn de helikopters weggespand. Maar hier staat er eentje. Hij kan beter gewoon eventjes via de kaart naar Erewhon gaan. Hele mooie area dit, zeker in de graphics van nu. Maar we gaan de storyline laten vervolgen. Oké, stukje voor J-Skell. Stukkie
Voor Mats. Ik kan ook bij deze chick kan ik daadwerkelijk met mijn blauwdrukken die ik heb. Maar zij moet ook nog inspannen. Dat is altijd zo met Erewhon. Ik kan met de blauwdrukken die ik heb, kan ik dingen aanschaffen. I'm gonna need better weapons than this if I'm gonna take on Sentinel and these drones. Shoot, you think we wouldn't like weapons that could take out those drones? No, we don't have the kind of hardware you're looking for. I guess I'll just have to take what I need from Sentinel then. That's certainly the most direct route, but there might be another way. We do have some very skilled craftsmen here. They might be able to make something for you. Only thing is, they'll need blueprints for what you need built. Where can I get blueprints? Well, Sentinel Corp came here with their own design schematics. They got blueprints for every weapon you can think of, and are using Skelltech tooling to craft whatever weapon they need. You'll find them anywhere that's protected by Sentinel Corp, and in particular, the Wolves. Be sure to check every military crate you run across. Sounds promising. I'll keep an eye out. Iets wat ik al de hele game aan het doen ben, maar goed. Ik denk ik vroeg het maar eventjes. After what you did in Freeport, only the best for you. Hier, wapens op verzoek. Dit is het wapen wat ik heb vrijgespeeld. Een DMR die er echt ontzettend dope uitziet. Een Scorpio Scout. Die heb ik vrijgespeeld door scherpschutter niveau 10 te worden. Dus dat is best wel een unieke. Dus ik ga die denk ik maar kopen. En vervolgens upgraden. Wat? Hij is maar blauw. Waarom is hij blauw? Oké, dat vind ik wel heel vreemd. Dat je dan zo'n uniek wapen krijgt en dat hij dan geel is. Dat je dan zo'n uniek wapen krijgt en dat hij dan blauw is. Zei ik geel? Volgens mij, ik bedoel blauw. Kijk, ik heb hier alles al geel en dan moet je naar zo'n wapen gaan switchen. Dat is toch doodzonde, man. Ik kan nog zoveel dingen vrijspelen, is wel nice, man. Ik wil alleen eventjes, denk ik, kijken hoe dit eruit ziet. Grijs vind ik hem wel heel mooi, eigenlijk. Doe het toch lekker zo, had ziek idee. Nou, uniek wapen, top. Dan gaan we snel naar Mats. Met Mats kan ik altijd wel kletsen. En daarna gaan we met Skel praten. We got a job, Mads. If Sentinel thinks they can come into my home and take my people with no repercussions, well, they're about to learn what I'm about. What are you gonna do? What am I gonna do? I'm gonna keep my people fed and safe, but that's not what you're gonna do. Huh. All right. You're gonna grab some Sentinel captain and bring them back here. Then I'm gonna find out everything they're planning. Show them that we can disappear into this jungle whenever we want. I'm in. Top. Ik merk trouwens dat ik altijd alleen maar missies oppak van Mats op het moment dat we hier zijn. Maar we voltooien bijna nooit missies van hem. Misschien wel handig om te doen in de volgende afleveringen. Er zit trouwens ook één trophy in de game dat we 8 factiemissies op 1 dag moeten spelen. Dus daar kunnen we op zich ook wel een aflevering aan dedicaten. Hey, did you find Paula? Sure, but she won't come here. She kind of hates me right now. You, kind of didn't mention that. I thought she'd be over that. Things on a roll the way they are. Hope she'd help us out. Once I said your name, she wouldn't even talk to me. What's Project Deus? Project Deus isn't the problem. Problem is, she can only see the harm it can do.
great to see you again. Great to see you too, sir. Lieutenant Colonel Walker? Paula Madeira. Please, call me Cole. Paula is Skeletech's most brilliant engineer. Now. I've seen your designs, ma'am. I'd say that brilliant, that's an understatement. And I've seen your resume. It's heavily redacted. Yeah. So I take it that, that's not for the field test. No, that won't be ready for a few months. Wow. I want to ask you, the work you're doing on deep learning AI controlling these drones, how's that going? Excuse me? Using deep learning AI? How? Specifically, data mining, target identification. We haven't explored those options yet. You mean to tell me that you have the top computer scientists in the world developing some sort of supercomputer and you haven't explored those options yet? He's talking about Maddox. He's talking about Project Deus. Imagine it. Using this beast of a computer for predictive analytics. Finding terror threats. Eliminating them with drones. You want to build a super intelligent computer, and the first thing you want to do with it is kill people? No, ma'am. First thing I want to do is keep the free world safe. I'm sure that you, you understand that. And who's going to keep the free world safe from Project Deus? How could you? I want nothing to do with this. Don't... just... Paula! Jace, if she's truly brilliant, she'll come around. So you and Walker were pals, huh? Everyone was... Nomad. We need Paula's help. No one knows the system better than she does. I like you, genius, but some of your choices get people hurt. All the big choices do. Look, I know how to get her to help us. I'm listening. Two things. You need to find evidence on the explosion in my lab. You really know who did it? I'm almost certain the outcast did it. But you need to show Paula evidence on the explosive device itself. Second, you need to visit Paula's husband. She did not mention a husband. Look for him in Aurora Hospital. Nomad. This won't be easy for her. But after it's done, she'll know who to trust. All right. We need her help. Ik vind het zo vaag dat specifiek die cutscenes hebben allemaal zo'n groene gloed over zich. Dat is best wel raar. Zwijgen is goud. Onschuldig afgeslacht. Twee missies tegelijk. Drie missies tegelijk. Zal ik eens even kijken wat het allemaal inhoudt, want het is best veel volgens mij. Twee hoofdmissies voor haar. Waarom zijn er dan drie? Betreed het ziekenhuis van Arawa. Met een ongelezen... Het is wel mooi, man. Alles is zo futuristisch hier. Oké dan. Ik zal even mijn beheer openen. En dan zal ik die loszetten. Zo. Dit is een beetje wat ik heb staan en wat ik van plan ben te gaan doen. Ik heb een nieuwe aanwijzing gekregen, maar die heb ik toevallig net al geopend. En hier ergens in Arawa kan je met mensen praten. Tenminste. Dat lijkt mij een
logische verklaring voor een trophy die in de game zit. En die trophy die houdt in: speel de geheime dialoog vrij over je verleden. PvP Ghost War, dat kan je daar doen. Hoe is het inmiddels eigenlijk met hem, joh? Seriously, man, you need to recover. You're way better with drone technology than I am. I need you out there. Well, you're just gonna have to suck it up, Buttercup. Maybe if you had paid attention in cross-training. I did, asshole. But it's your specialty. I'm just not as good with those things. We all have our part to play, right? You've got your wheelhouse, and we all stay pretty much out of your way when you're working. That's how this goes. Keep pushing yourself with new challenges. Learn everything you can. Rally other folks to fill in the gaps. That's great and all. But I still need you, man. Aw, you like me. You really like me. I don't know why I bother. Brother, I know what you're doing, and I appreciate it. I do. God knows I feel useless as hell holed up here. You're just gonna have to find another me. We got a real problem, man. What, we out of sour mix? I mean it. These wolves, they're not regular nuggets. Yeah, people talk around here. Everyone's scared shitless of them. Harbingers of doom, they say, yada, yada, yada. They knew everything I was doing. They're trained, just like us. I can only guess the Walkers knew people. Well, that's not good. No, it's not. They're ghosts, without the constraints. I'll go find the sour mix. Okay, die onweer was echt sick. Waar is de auto? Daar is de auto. Ja, wat ik vet vind aan die Maria's winkel, is dit wapen wat we nu hebben, hè? Moet je kijken. Wat is het eigenlijk voor wapen? Is het full auto? Ja, zeker. Fucking nice. En er zit al een silencer op, dus zo klinkt die gewoon. Je kan hier ook nog tussen switchen. Single shot kan je zetten, maar ik ga hem eventjes upgraden. In hoeverre dat kan dan. Weet ik namelijk niet. Hebben we een standaard magazijn? Ik heb nu een veel groter magazijn. Wacht, welke staat erop? Dit is toch cool. Ja, dit is heel cool, want je kan uiteindelijk kan je hem toch zo gebruiken. En ook zo gebruiken. En ik heb er ook een veel groter magazijn opgezet. Deze blijft nog steeds even awesome. En natuurlijk de Desert Eagle. Ik had toch echt een zwarte buggy klaargezet. Dus ik weet niet what the fuck is going on. Maar oké. Okay. Wat een gigantisch gebouw. Echt een gigantisch gebouw. Holy shit. Oké, zullen we het even niet doen?
Oh my god. Later, bitches. Die staat daar achter toevallig. Er zijn als het goed is wel nog meer snipers hoor. Waarom is opeens iedereen gealarmeerd? Ja, dit blijft raar aan deze game. Deze bovennatuurlijke AI. Dit is precies wat ik bedoel. Dit blijft vreemd, man. Dit blijft vreemd. Want, nogmaals, jullie zagen mij overduidelijk die guy killen op het dak, 2 kogeltjes en hij was neer voordat hij iemand heeft kunnen alarmeren. En dat vind ik het allergekste aan deze game. Hij heeft niemand gealarmeerd en toch is bijna het hele kamp oranje. Tenminste, heel het gebouw, het is geen kamp natuurlijk. Ik denk ziekenhuis, maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik vind, het gaat echt nergens over. Wat een prachtig weer trouwens. Zo'n grote chopper ook weer. Ik wil je gewoon even doodschieten. Top, dan kunnen we nou weer steld worden. Verder ga ik gewoon met deze verder. Stay sharp, boys. Kill everything.
Arawa ziekenhuis. Ik moet nu toch wel allang gewoon weer veilig zijn, toch? Alsof iedereen mij hier ziet. Wat is dat nou voor onzin? Oké, dat is de eerste. Toch weer 3 omhoog. En dan hebben we uiteindelijk hier ook nog zo'n blauwe kist met een weapon mod. Het is overigens ook een trofee om 30 blauwdrukken te verzamelen. En dan eentje te kopen bij Maria's winkel. Maar daar moeten we wel eerst 30 blauwdrukken voor hebben. Hehe, eindelijk verdwenen. Ook wel apart dat je gewoon door het glas heen kan schieten, hè? Zie je nou gewoon op al die... Ja, ze zijn allemaal vet dichtbij. Zijn er gewoon blauw... Of sidequest. Hier is een drone. Zo werkt dat niet. Laboratoria is dit van het ziekenhuis. Deze deur hoort ook gewoon open te gaan, want hier zitten ook enemies achter, zie je dat? Maar wel apart. Wat typisch een ziekenhuis, hè? Hebben we hier nog een kissie? Die wil ik even pakken en dan gaan we naar de sidequests. Zo. Waarschijnlijk als ik haar spreek, hoef ik niet eens meer naar het andere plusje toe, want er staan er 2. Hallo. No need to fear. Know where I can get any medicine? Seems to be a real shortage right now. Here's what I know in a nutshell. Thanks. Appreciate it. Daarvoor moet ik helemaal naar een andere locatie, oké. Nou, hier beneden is het, jongens. Zo door de binnentuin. In welke kamer moet het zijn?
Deze man werkt hier, maar is helemaal in paniek. Is er een plattegrond van het ziekenhuis? Is dit een plattegrond? Map not found. Fijn. Ja hoor. Oh, hier. Dus er liggen hier gewoon patiënten helemaal onbemand. Daar komt het wel op neer. Want ik zie helemaal geen enkele dokter of whatever. Ik zie iedereen gewoon alleen maar in paniek zijn. Nou, we gaan het zien. David, hij vertoonde afsterving van onderste en bovenste motorische zenuwcellen en kreeg de diagnose ALS. Dit wist ik, maar ik moet nu nog steeds de echtgenoot vinden. En die zou waar zijn? Het Eternity Center. 842 meter. Is het raam nou kapot? Nee, je kan alleen maar door de ramen schieten. Je kan niet echt de ramen slopen en door het raam springen. Dat vind ik best wel irritant, want dan moet ik de hele tijd omlopen. Oh, nou, de doktoren komen een beetje bij. Er komt weer leven in het ziekenhuis. Waar? Oh, daar. Easy. Yo, wat nou weer? Nee, 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 nee. Zo. Oké, dit is het Eternity Center. Ik vind het heel spannend. Shit! Ik ging voor een trophy. 5 seconden na een base jump een kill maken. Maar helaas ben ik gesneuveld in de strijd. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Ik ga hier de volgende aflevering mee verder. Bevrijden we hem, haar, whatever. Gaan we weer daarna naar Paula toe. Iets om Paula's vertrouwen te winnen ofzo. Tot de volgende in ieder geval, guys. Later.